Welkom bij Buitenhof, het interview- en discussieprogramma op Nederland 3. Ja. Er werd ook aan tafel beaamd, hè, dat het toch... meneer Verweek moet eruit, hè, uit de katholieke kerk. Ja, fundamentalist. Ja. Goed, ik vind dat genocide-standpunt ook heel erg, want de paus zegt niet je mag geen condooms gebruiken. Die plaatst dat in het kader van je mag voor het huwelijk geen seks hebben. En in het huwelijk moet je monogaam zijn. Nou, en als je dat doet, heb je ook geen condooms nodig en dan zul je zeker geen aids krijgen. Goed. Maar wij gaan ergens anders over praten, heren. En ik moet u ook nog, nog voorstellen. Ja. En het gaat allemaal om het essay wat Bram Peper heeft geschreven de afgelopen weken, waar hij over heeft nagedacht. Bram Peper die zat enorm mee met wat we nou eigenlijk met dit land verder moeten. En hij schreef het allemaal op, wat er mis is met Paars en met ons. Wij, de samenleving, doe maar wat, vindt hij. En in Den Haag hebben ze geen greep meer op ons. Geen richting, geen visie, geen leiderschap. Eigenlijk, Brinkman gaf het eigenlijk er straks ook al aan. Er is geen gezag meer, geen vertrouwen meer in wat de overheid doet. En de rechter die moet nu uiteindelijk bepalen wat goed is. Steeds meer mensen gaan naar de rechter toe. Is dat nou eigenlijk het einde van de democratie? Aan tafel de socioloog Pim Fortuyn, heeft hem net al gehoord. De burgemeester van Almere, Hans Ouwerkerk. En Jan-Peter Balkenende, hij is Tweede Kamerlid van het CDA. Ja, u heeft alle drie het essay gelezen. Daar gaan we daar uitvoerig over praten. We nemen een paar punten uit. Peper begint te zeggen, en ik citeer even, toch is er, iedereen weet het, iedereen voelt het, wat met Paars aan de hand. Wat is er aan de hand met Paars? Nou, in mijn ogen een doorgeslagen pragmatisme, wat overigens wel past bij het tijdsbeeld waarin wij leven. En geen grote verhalen meer. Dat heeft natuurlijk ook alles met de verzuiling te maken, maar men heeft ook geen nieuw verhaal. En dat is wat eraan ontbreekt, mensen willen een verhaal horen. Ja. Het spannende is er een beetje af. Hè? Dat is het eerste kabinet, het paarse kabinet, dat was nog iets. Ja, hoe zal dat gaan? Daar waren misschien niet al te hoge verwachtingen van. Ja, maar, ja, en dan komen de politieke verhoudingen zijn natuurlijk veranderd binnen de coalitie. Dus het is veel fletser. Ja, maar doorgeslagen pragmatisme. Nou, je ziet natuurlijk wel dat zeg maar de ideologische achtergronden van de partijen wel steeds meer vervagen. Dat vind ik in deze coalitie herkenbaar, ja. Meneer Balken, nou, je zou kunnen zeggen dat ambitie in het begin wel aanwezig was. Toen was nog primaat van de politiek, PvdA. Meer marktwerking. En die combinatie leidde tot iets anders dan wat ervoor was. Dus in het begin was die ambitie er wel. Toen kregen we na de discussie over het poldermodel. Toen viel het weg. Anti-CDA, dat was een bindmiddel. Ja. Nou, dat nieuwtje is eraf. CDA is aan de oppositie. En dat zag je bij het begin van de tweede periode van Paas, dat er eigenlijk niet een nieuw elan, een nieuw profiel kwam. En ja, je hebt de discussie gezien in juli. Toen ging het over de vraag, wat is ons motto? En toen kwam het thema kwaliteit van de samenleving. Dat is maar zeer de vraag of men dat thema concreet zou weten in te vullen. Ja. Maar het kabinetsberaad nu over de begroting gaat over meer, hoe moet het meerdere verdelen? Ja, terwijl de spankracht vroeger was altijd, hoe moeten we het weinige wegzetten? Ja. Heel andere omstandigheden. Nou is natuurlijk Peper, behalve minister, nu ook dus vooral ook wetenschapper. En wat hij dus constateert is een veranderende samenleving. Ja, dus een open deur, maar hij heeft het over een vergruiste samenleving, versplinterd. En komt onder andere tot de conclusie dat er geen leiderschap meer is. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik vond het een buitengewoon knap stuk. Ik las ook dat een of andere VVD-bewindsman toen hij het kreeg gelijk in de prullenbak had gegooid. Dat zegt meer over... Heeft Kok dat ook niet gedaan? Nou, dat denk ik niet. Maar hij heeft het wel gebagatelliseerd, hoor. De politiek houdt natuurlijk niet van stukken met een open eind. Want het zijn beschouwingen, het zijn trends, het is een voorzichtige aanduiding van waar zou het naartoe moeten. Maar het is natuurlijk niet zo 1, 2, 3 al dus besloten. En daar kan de politiek altijd heel slecht mee. Maar terug naar het gebrek aan leiderschap. Ja, en laat ik het eens verplaatsen naar de lokale situatie waar ik in functioneer. Je hebt steeds meer te maken dat datgene wat je als overheid voorstelt, dat men begint met te zeggen, oh ja. En vroeger zei men ja. Dus er is een enorme verschuiving in de acceptatie van datgene wat de overheid doet. En dat heeft deels te maken dat mensen gelukkig veel meer toegerust zijn om kritiek te leveren. Een van de verworvenheden van het socialisme, dat we de mensen goed opgevoed hebben. En tegelijkertijd zie je dus dat men ook in zijn eigen belang steeds meer redeneert. Maar als die burger veel meer nu niet meer zegt ja, maar oh ja, zou je dan niet zeggen, ja, maar dan moet er dus duidelijk een leider zijn die zegt ja. Ja, maar dan wel een moderner leider. Hè? Dus het gaat er niet om dat soort daadkracht waarom vaak geroepen wordt. Waar het om gaat is om het verhaal. En je zult moeten overtuigen. Dus in het geval van Hans, als hij bepaalde belangrijke wijzigingen in zijn gemeente wil... Ja. Dan zal het van zijn enthousiasme en van zijn wethouders afhangen. En of dat een verhaal is wat aanspreekt, of men daarvoor gaat. Bijvoorbeeld zo'n kwestie als Schiphol. Het is vandaag aan de orde geweest.
Ja, men heeft jarenlang verzuimd om het verhaal te vertellen. Nooit in alternatieven willen denken. Nou, stel je moderne mensen voor alternatieven. Van, nou, we kunnen het zus doen, we kunnen het zo doen. En dat zijn de consequenties. Krijgen ze het hele verhaal. Dan kunnen ze ook iets kiezen. En dat is wat veel te weinig gebeurt. De politiek denkt niet in alternatieven. Maar in stapje voor stapje, Betuwelijn, precies hetzelfde verhaal. Je kunt je afvragen, moeten wij dit overvolle land nu wel volplempen met vervoer? Je kunt ook zeggen, we gaan in de IT. U zegt, vanuit de overheid komt er niet een soort visie waaruit blijkt waarom ze het willen. Nee, ik heb het niet over één visie. Je zou een aantal visies moeten neerleggen en dat ook wetenschappelijk moeten ondersteunen. Dat is modern. Wat denk ik het aardige was in het essay van Peper, die heeft gezegd, we moeten de waarden achter de keuze nu eens helder maken. Dus dat was eigenlijk een analyse van, we zijn te veel bezig met dat pragmatisme. En geef dan eens aan waarom je bepaalde dingen doet. Nou, als je nu op een gegeven moment constateert dat er bepaalde tekorten zijn in de kwaliteit van de samenleving, het kabinet geeft dat toe. Als je op een gegeven moment een aantal vraagstukken ziet op de langere termijn, de toekomst van de gezondheidszorg, de AOW. Mm-hmm. Heb je die zaken nu goed op orde gebracht? En wat mij opvalt in alle discussie, dat is vaak pragmatisme, korte termijn politiek, hopen dat het economisch beter gaat, lastenverlichting. Maar de vraag, wat houdt mensen bezig? Wat zijn de andere kanten, de achterkant van de moeilijke dingen? Daar wordt vaak veel minder over gesproken. En daar heeft politiek nog geen antwoord op. En dan krijg je dat een korte termijn politiek zonder bezieling. Maar en dat is wel een probleem. Het is ook kwestie, wanneer is eigenlijk de politiek pas aan het woord? We hebben natuurlijk dit land nu zo na de oorlog, zeg maar de laatste 20, 30 jaar ingericht, dat eerst allerlei andere belangengroepen aan het vraagstuk snuffelen. En als het enigszins kan met een communistische opinie of een consensus, het vervolgens naar de politiek schuiven. Dus de politiek zit helemaal niet voor op het traject. Maar ik wil nog even. Maar het zou wel kunnen. Bijvoorbeeld op het terrein van de collectieve sector zitten wij, wat de politiek betreft, in feite nog in de industriële economie. De schaalvergroting om schaalvergroting. Terwijl je juist met die moderne informatietechnologie schaalverkleining kunt bepleiten. En dan zou ik ook zo graag zien dat CDA dat is D. Maar ik wou even doorgaan op dat leiderschap. Want leiderschap heeft ook te maken met gezag. Ja. Ja, je moet gezag verdienen. Zoals Peper dat zegt. En het hebben van zeggenschap, zegt hij, over de eigen situatie is praktisch een algemene ambitie, is een norm geworden eigenlijk. Hè? Dus dat is eigenlijk het omgekeerde. Nou, je moet zowel gezaghebbend ja als gezaghebbend nee kunnen zeggen. Pim zei het net al. Het gaat om het verhaal, maar niet het verhaal in mooie woorden. Het gaat om de inhoud van en de overtuiging van waarmee je komt. Hè? En dat is natuurlijk in het Nederlandse bestel met compromissen. We hebben geen meerderheidsposities. Is natuurlijk altijd datgene wat je brengt. Ja, al een beetje de vrucht van een vooroverleg. En is het nooit heel erg die of die kant op. En dat hebben dus mensen heel snel door. U eigenlijk zegt is van, als we met een polenmodel werken, dan moeten we niet denken dat we met visie en richtinggevende. Dan is het heel veel achtervlak. Dan ontstaat er een tweevoudig probleem. De overheid is inderdaad een participant in een netwerk. Dus het is een actor naast de vele anderen, die maken afspraken. Maar dat gaat ten koste van de eigenlijke taak van de overheid. Dus ik denk, op sommige terreinen zal die overheid vooruit moeten. Aan de andere kant, de overheid wil wel zeggen met het leven van iedereen bemoeien. En dan is natuurlijk de vraag, wat kunnen mensen nu zelf doen om keuzes te maken in hun leven? Wat is het spreiden van verantwoordelijkheden? Kun je zorgen dat maatschappelijke organisaties tot verantwoordelijkheid kunnen komen? Dat zegt Peper ook. Die zijn natuurlijk in ons hele bestel steeds meer weggevallen. In jullie glorietijd van de politiek was het de maatschappelijke middenveld. Dat was van jullie, van het CDA. Dat gaf heel veel vertrouwdheid. Dat is de tijd dat is weggegaan. Maar als ik mag onderbreken, als het veranderd is, als inderdaad niet mensen meer afkomstig van maatschappelijke organisaties zeg maar automatisch toevloeien in een politieke partij, maar dat mensen solliciteren en ambitieus zijn, moeten we dan niet gewoon zeggen van, roep niet meer om visie, roep niet meer om een leider. Die tijd is voorbij. Nee, dat kan niet. Nee. Dat kan niet, dan valt de boel uit elkaar. Ja. Kijk, wij noemden dat vroeger in katholieke kringen een offertje brengen. En misschien moeten we het vandaag anders noemen. Maar in de sport doen ze het wel. Hè? Daar is afzien heel gewoon. Vindt iedereen ook fantastisch om dat te doen. Nou, waar het nu om gaat, dat is dat we een soort politici krijgen die zoveel gezag hebben dat ze op een gegeven moment ook dat afzien voor grote groepen mensen als iets moois kunnen laten zien. En bijvoorbeeld nou dat onderwijs. Het is toch een verlies van heb ik jou daar, dat wij detectiepoorten aan de ingang van scholen moeten zetten om te zorgen dat er geen wapens binnenkomen. Dat mag nooit. Hè, dat zegt iets over de schaalvergroting.
En de vergroving. En de normen en waarden. En die zul je toch op een andere manier. Want je gaat toch kinderen van 12, 14 jaar. Maar dat begint toch bij de ouders en dergelijke zelf. Tuurlijk. Daar is het ook minder. Nou, en dat zijn de verhalen waar we het over moeten hebben. En dan zijn politici ervoor ook om structuren te scheppen waarbinnen dat kan. Want wat u dus eigenlijk zegt, of wat de heer Fortuyn ook zegt, want dat die overheid in feite overal toch weer aanwezig moet zijn. Als de burger, laten we zeggen, iets van zijn overheid verwacht, dan is die dat wat we dan de publieke domein noemen, dat het van de overheid blijft. Ja, maar wat is nou dat nog publieke domein? Nou, die vraag kan je toch stellen? Want de burger wil op de een of andere manier niks van die overheid weten. Nee. Maar aan de andere kant, zodra er iets misgaat. Als het gaat om veiligheid, dan kijk je naar de overheid. Precies. Als het gaat om een rechtsbestel, dan kijk je naar de overheid. Ja. Dus de overheid heeft een aantal belangrijke taken te vervullen. Ja. Dat is evident. Maar het punt van leiderschap, kijk. Wat je op het ogenblik ziet, dat is die sfeer van pragmatisme. Het niet praten over idealen. En het gekke is dat tal van maatschappelijke vraagstukken, dat zijn morele vraagstukken. Absoluut. Jouw boek De Verwezen Samenleving bijvoorbeeld. Dat je tal van issues hebt die mensen bezighouden en die worden niet besproken. En tegelijkertijd de vraag, wat kunnen mensen in hun eigen omgeving doen? Kunnen ze greep krijgen op hun ontwikkelingen? Die vragen worden echt nauwelijks besproken. En waar gaat het feitelijk debat over? Lastenverlichting, inkomen. En dat is het onderwerp. Dat is het pragmatisme. En dan krijg je ook in die leiderschap. Dat heeft sterk te maken met. Straks was er een item over dus de berichtgeving. Ja. Heeft ook sterk te maken natuurlijk met de manier waarop de vraagstukken waar we maatschappelijk mee zitten, ook in de media worden gebracht en volgehouden. Dat heeft een heel groot invloed op. U bedoelt dat dan de overheid of de politiek op dat moment zo moet reageren dat ze niet toekomen aan een wat langere. Ik vind zelf. Als je dus niet in de Tweede Kamer zit en wel van het politieke systeem houdt en je kijkt er van buiten toe, dan vind ik, ik heb het al gezegd, een incidentenmachine. Politiek moet ook durven moraliseren. En, want we hebben geen invloedrijke kerken meer en zo. En dus moet de overheid dat overnemen. En wat je dus op het ogenblik ziet, is een gigantische vergroving in het publieke domein. Dat agenten belaagd worden. Dat heeft niet alleen te maken met het publiek wat tegenover ze staat, maar ook met hen zelf. Zij zijn zich vaak hun eigen positie onvoldoende. Als een hoofdcommissaris zegt, we zouden ze een oorvijg moeten uitdelen. Dat kan dus niet. Ja, nee, maar dan zie je wie er allemaal overheen vallen. Ja. Terwijl volgens mij, als je medige huiskamer zou binnenkomen, mensen zouden zeggen, dat is heel goed. Maar goed, dus u constateert, en niet alleen u, maar deels dus eigenlijk Peper ook. Nou, die van jou. Men constateert dus dat het publiek eigenlijk niet zoveel wil dat er bemoeid wordt met hen. Zo lang mogelijk. Ja. Daardoor is natuurlijk ook een soort afstand naar de politiek toe. Hè? Ik bedoel, lid zijn van een politieke partij, dat gaat omlaag. Ja. Het stemmen gaat naar beneden. Ja, daar zou natuurlijk veel aan kunnen doen. Dat is ook een van de items die noemt aan het slot. En het is natuurlijk belachelijk dat als je ergens buiten je woonplaats je stem uit moet brengen, dat je dan een kiezerslegitimatie maar wat is er eerder? Halen. Moet je eerst mensen motiveren weer tot de politiek te treden en politiek interesse in de ringloop? Je moet eens kijken de voorstellen die Peper doet. Natuurlijk, we zijn het over eens. Politieke partijen hebben te weinig leden. De dynamiek zit soms in andere processen. Dat zou je moeten veranderen. Gezaghebbend richting geven. Ja. Bijvoorbeeld, dat noemt hij. Dat zo, maar wat zijn zijn instrumenten dan? Dan praat hij over het referendum, de gekozen burgemeester. En nu denk ik dat als je zegt van politiek moet iets zijn van idealen, dan moet je zorgen dat die politieke partijen goed kunnen functioneren. Dat er over visies wordt gesproken. En als je het instrument kiest van een referendum, dat zijn toch andere zaken. Dat, maar dan wil ik terugkomen. De politieke partij moet toch zelf zorgen. Dat het aanspreekt. Ja, maar dan moet je kijken wat de overheid bijvoorbeeld uitgeeft aan consultantskosten per jaar. Dat is gigantisch. En dan, als je dan praat over dat klein een subsidietje voor politiek-wetenschappelijke bureaus. En daar hebben we altijd gedoe over. Ja, maar het gaat er toch niet om? Het gaat er toch om dat de politieke partij niet meer aanspreekt door bijvoorbeeld het poldermodel, het zoeken naar het compromis, het onderscheid tussen politieke partijen, het gebrek aan leiderschap. Maar net zagen we in het journaal dat de verkeersdoor is bezet. Hè? Nou, dus heeft iedereen die heeft gelijk een associatie met dat vraagstuk. Ja. Hè? Maar in de politiek, jij begon nog ook mee. Is dat vraagstuk oplossen, dat is je taak. Ja. Dat is zo gigantisch stroopachtig geworden. Ja. En dan iemand die daar zijn nek op uitsteekt, wordt ook vaak in zijn eigen politieke partij afgehaald. Goed, dus er is een angst om te overleven in de politiek. Nu hebben we het allemaal geconstateerd. Maar net als Peper, die doet dus een aantal suggesties, gezaghebbend richting geven, onderscheid maken wat wel bij de overheid hoort en niet. En hij wil ook nog een kernkabinet. Ik wil daar niet helemaal gedetailleerd op ingaan. Maar ik wil aan u vragen, wat zijn dan die oplossingen? Bijvoorbeeld die politieke partij. Hoe trek je die mensen dan erbij? Ja,
het systeem van er is een afdelingsvergadering en dan moet je voor of tegen de voorstellen, zijn natuurlijk voorbij. Hè? Kijk waar de mensen zich op organiseren, op milieu, op defensie, op natuurmonumenten, dus op die issues. Dus je moet er zodanig aan trekken. Gaat u naar afdelingsvergaderingen? Nee, ik ben niet lid meer van een politieke partij. Van wie was u lid? Van de Partij van de Arbeid tot eind 1989, daarna niet meer. Maar ik vind dat een politiek leider, die moet een verhaal kunnen vertellen en schrijft dat eens een keer op. De Verwezen Samenleving was typisch een boek wat een leider van het CDA had moeten schrijven. Dan krijgt het ook nog weer een ander gewicht, want dan is dat niet van een afstandelijke beschouwer, maar dat is iemand die iets wil. Nou, en dat moet je kunnen. Het zij in woord, het zij in geschrift. Van mijn part maak je er een film van. Acteer je op internet. Gebruik die moderne media om dat naar voren te brengen. Als het Madonna toch lukt om een verhaal neer te zetten, waarom zal een bevlogen politicus dat niet kunnen? Waar zou dan Wim Kok het niet lukken dan? Ja, omdat het een pragmaticus is. Goed, dus een goed bestuurder. U constateert, maar is niet genoeg, dat er te weinig persoonlijkheid eigenlijk is die een visie kunnen neerleggen als die visie er al überhaupt is. Om mensen te boeien en weer naar die politiek te kijken. Er zijn te weinig mensen die vinden dat ze een opdracht in de wereld hebben. En als jij vindt dat je een opdracht in de wereld hebt, dan kun je hem ook uitdragen. Maar als je alleen met compromissen bezig bent, mag je dan van iemand verwachten dat hij opeens dan met een uitgesproken mening komt? Natuurlijk wel, want dat onderscheid kun je maken. Mensen zijn intelligent. Je kunt heel goed duidelijk maken van jongens, dit is mijn standpunt, maar we moeten ook regeren en dit is de uitkomst en die neem ik voor mijn rekening. Ja, zo dom zijn mensen. We moeten ook durven zeggen dat als je nou helemaal aan het begin staat van een maatschappelijke carrière, en je ziet wat er op dit moment speelt, dan was je toch wel gek als je naar het openbaar bestuur gaat. Nee, maar ten eerste krijg je alleen maar op je donder. Maar ook wat betreft de politiek. Het verdient ook nog niks. Nou, hier hebben we een hele jongen. Hier, kijk wat hier kan zit. Jij mag ik zeggen, want jij loopt goed binnen. Maar hier is zit zo een jongen die waarvan u zegt, je bent gek dat je deze richting kiest. Dat zegt u. Als iemand de diverse mogelijkheden wil afstrepen, dan is hij een van de laatste. Ik ben even, ik ken hem al jaren. Zullen we de ervaringsdeskundige even het woord laten? Ik ken jaren samenwerken zelfs in Amsterdam. Ja. Kijk, waarom ben ik in de Kamer gegaan? Ja. Ik werkte jarenlang bij een politiek wetenschappelijk bureau met heel veel plezier. En op een gegeven moment neem je die verantwoordelijkheid voor publieke zaken. Waarom? Omdat je laat leiden door idealen. Je elkaar als je de idealen niet hebt, dan kun je beter niet aan die politieke bureau. Nee, maar je bent toch Christ? Nee, maar het gaat nu over dingen. Laat mij dan eens zeggen waarin voor de CDA zich onderscheidt van het Paarse pragmatisme. Dat zit hem in. Aan de ene kant, het oog hebben voor morele kanten van maatschappelijke vraagstukken. De euthanasie, de 12-jarige op het ogenblik bijvoorbeeld. Dat is een voorbeeld die zegt, hey, ja. Okay. En het tweede is, de visie die je hebt op de ordening van de samenleving. De vraag, wie is verantwoordelijk voor wat? Kun je zorgen dat burgers en organisaties greep krijgen op hun ontwikkeling? Ja. En dat is anders dan het staat-marktverhaal. Nou, om die reden ben ik de politiek in gegaan. Maar ik noemde dit. En dat is de ideale heb je nodig. Maar dat is een tweede punt, maar niet over gehad. Waar ik me ook zorgen over maak, dat is de politieke geloofwaardigheid. We hebben allerlei incidenten gehad. Dioxine, Bijlmer. Nu weer het gedoe rondom een Betuwelijn. Nou, dat soort zaken draagt niet bij aan de betrouwbaarheid van de politiek. Dus het is een kwestie van idealen, politieke geloofwaardigheid. En de stroperigheid ook, wat Brinkman ook met zei. Nou, dat brengt natuurlijk gewoon gelijk. Stroperigheid doorbreken. En jij had toch ook je idealen toen je begon? Nog steeds. Nee. Nou, vertel eens. Nee, anders was ik ook op zich. Hoe geef je idealen in Almere vorm? Nou, doordat je dus als burgemeester kan je dus voor de publieke zaak aan het werk. En je ziet wat lukt en wat mislukt. Je krijgt de kritiek rechtstreeks, zegt Bram Peper ook. Decentraliseer veel meer naar het lokale niveau. En als je dus, net als Jan-Pieter, zo in elkaar zit, dan vind je dat leuk werk. Maar maak je die opmerking, omdat wie haal je binnen? Wie haal je nou binnen in het publieke zaak? Als er zoveel uitlokkingen en verlokkingen zijn om daar niet te gaan werken. Dus als er een verwijt wordt gemaakt over waar is die creativiteit, waar zijn die briljante ideeën, we genereren die mensen niet bij ons. Maar dat komt ook door de leiders die er nu zijn, die inspireren dus niet. En door de selectiemechanismen. Vergeet het niet, het is een wederkerig proces. Jij hebt gelijk, maar het is ook zo dat partijen dat niet toestaan. Ik vind het heel raar dat in al die benoemde ambten de visvijver alleen maar is het lidmaatschap van een politieke partij. Ja. Er lopen heel veel bekwame mensen buiten die politieke partijen rond. En waarom zou je dat dan monopoliseren? Maar het zit niet alleen in laat ik zeggen, de personen. Het begint met het hebben van visie, ideaal, toekomstgericht. Ik wil even de laatste 2 minuten even inschatten. De essay van Peper is eigenlijk niet openbaar gemaakt. In principe, het NRC heeft het op het internet gezet. Terecht. Ja. Terecht ook. En de Groene Amsterdammer ook, wordt men net ingegaan. Excuses, Met andere woorden, wat moeten we met het essay doen? Ja, dat en wat ik, moet het kabinet doen? Omdat dat stuk dus niet, laten we zeggen, in heel concrete voorstellen eindigt, dat heeft de politiek met dat type stukken moeite. Want we hebben
Het heeft geen status. Zo opgevoed dat je ergens ja of nee tegen moet zeggen. Dat kan ook niet, want Peper, als hij wat als minister heeft te zeggen, ja, moet hij dat in een nota naar buiten brengen. Wat hij heeft gedaan, dat is in een informele gedachtenwisseling van het kabinet, is een keer verteld wat hij erover denkt. Moet publiceren. Nou, en wat hij wel heeft gedaan, maar is het aantal... Mag ik onderbreken? Ja. Kok kan toch status geven aan het SC? Toen zegt van wat we hier hebben... Ja, maar dan moet hij in de Kamer komen en dan gaat de Kamer vragen. En wat denkt u daarmee te doen? Dan mag ik van u horen wat u van plan bent. Ik dacht dat Kok wel... Die heeft gevraagd. Maar Kok heeft het stuk niet openbaar gemaakt. En ze heeft geopend. Het grappige is... Nee, dat begrijp ik niet. De enige manier waarop hij dat stuk kon openbaar maken... was dat hij na bespreking in het kabinet... dan was het een kabinetstuk geworden... had hij dat naar de Kamer kunnen sturen. Oh, okay. Maar dan moet de VVD, die er helemaal niks van moet hebben... die moet dat met die nota eens zijn. Dat kan toch niet. Laten we eerlijk zijn. Als een minister van Binnenlandse Zaken... zo kritisch is over de uitstraling van Paars... dat is niet plezier. Dan moet hij misschien opstappen. En dan daarna komt hij met een aantal concrete voorbeelden. En dan zeg je, ga daarmee aan de slag. Dus ik zeg, minister Peper, ga je gang. Heel veel van de zaken wat er stond, had jij ook geschreven kunnen hebben. Maar met andere woorden, maar een minister van Binnenlandse Zaken... Dan schrijft hij dat ook niet. Een minister van Binnenlandse Zaken die zo kritisch is... kan niet meer afwachtend en stil in het kabinet blijven zitten. Het zou dus best kunnen zijn dat het in de PK ook nog een discussie over Elsinga, die staatscommissie. Ik denk dat het best ook een beetje opmaat is voor dat debat... waar natuurlijk onze politiek ontzettend verkrampt over is. Verandering in het bestel, daar is men zo verkrampt over. Ik wou het hierbij laten. We zullen het zeker dit seizoen hier in Buitenhof blijven volgen. En dit was Buitenhof. En morgen op dit uur is er middageditie. En u kunt ons de hele week op onze website bezoeken. www.vpro.nl/Buitenhof. Ook voor de leden van het kabinet overigens. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.